team van IBTV bestaat uit vrijwilligers en professionals. Wij luisteren heel goed naar de Indische buurt, de bewoners van de Indische buurt. We halen op straat op wat zij aan meningen en ideeën hebben over wat er speelt in hun wijk en ook wat daar buiten speelt. En daarover maken wij programma's, live shows, films, interviews, reportages. En die zenden we uit 's avonds tussen 7 uur en 10:30. Ik ben Manti Kamara, 55 jaar oud en ik woon op de Amstelvlietstraat. Sinds ik me met armoede bezig hou, me altijd verbaasd over het feit dat er heel veel over geschreven wordt. Er wordt veel over mensen gepraat, maar niet met mensen. Ik ben een vrouw die hier vanaf 91. Woonachtig is in Amsterdam, illegaal, dat weten jullie allemaal. Balmaramp meegemaakt. En daarna had ik mijn ex-man leren kennen, een Nederlands man, die mij echt tot de wolken bracht, uit mijn ellende haalt. Vanaf die periode ben ik, 2 jaar later ging wij trouwen. Toen ben ik pas eerst geconfronteerd met armoede. Wat ik nou zo graag zou willen is dat mensen die in armoede leven, dat zich wel willen laten zien. En hun verhalen willen vertellen. En dan heb ik het ook verhalen over hoe hun leven is gegaan. Het ging heel goed. Tot ik mijn paspoort kreeg, ben ik besloten de eerste keer na 7 jaar eigen land terug te gaan. En op die vakantie zag ik 2 werelden. Ik heb 7 jaar in Nederland gewoond. Prachtig huis, mooi appartement, ik had alles, wasmachine, gasfornuis, elke weekend met mijn ex-man boodschappen doen. Ik mag die bankpas beheren, ondanks alle situatie toen. Ik was gewoon een prinses. Alles wat daar afspeelde, toen ik terugkwam, in plaats van hele aardig lieve man die ik had, echtgenoot, die altijd voor mij open stond. Hij kwam me ophalen op Schiphol. Ik keek naar hem. Wat een gemene blanke man. Hij wil mij niet helpen. Mijn familie leidde in Afrika. En hier, hij denkt alleen aan mij, mijn vrouw, mijn kind. Door de scheiding heeft mijn advocaat mij toen geadviseerd om ontslag te nemen. Biggest mistake in my life. Maar het was toen, onwetendheid, heb ik dat gedaan. Dan kom je in de uitkering terecht. Dan begint die dans. Dat is een maatschappelijk systeem wat zo op die manier is opgetuigd binnen een samenleving. Die op een manier naar schuld kijkt. Van ja, jij hebt schuld, dus je moet bloeden. Dans van bureaucratie. Dans van... communiceren, die jij die taal niet spreekt. Nergens wordt gevraagd, kan wij hier een tolk inschakelen of er wordt niet naar jou geluisterd. Kinderbescherming, weet ik niet dat, wat dat betekende toen. En ja, alles wat ik kon zeggen, ja. Mevrouw Kamara, bla bla, ja. Om vanaf te komen, weet je. Ik kom op een afspraak, dan zeg ik bla 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 bla, dan zeg ik ja. Het is niet echt de bedoeling, maar het is ook wel een soort vreedheid eigenlijk naar mensen toe. Van, jij moet naar mij luisteren, want anders krijg je geen uitkering. Dus je moet eigenlijk je heel nederig gedragen als je in armoede verkeert. Dan komt eis van de familie in Afrika. Want ik ben daar geweest, heb ik ze laten zien of weten. Ik ben getrouwd met een blanke man. Ik ga die situatie oplossen. Biggest mistake. Grootste fout. Omstandigheden kunnen ertoe leiden dat mensen liquiditeitsproblemen krijgen. Ik ben mezelf daar vastgebonden in Afrika. Dus die mensen, die familie blijft daar niet trekken. Dit is gebeurd. Stuurgeld. Dat is gebeurd. Je voelt je schuldig. Dan denk je van...
Ja, oh ja, als ik niet doe, dit gaat gebeuren. Als ik dat niet doe, dat gaat gebeuren. In dit schakeling heb ik zoveel meegemaakt. U werkt, maar u leeft in armoede. Die keuze is met mijn zoon in armoede leven hier en die behoeften van mijn familie waarmaken. Waar ik naar op zoek ben, dat zijn verhalen die echt raken. He, waar je van onder de indruk raakt. Ik wil niet zeggen dat de tranen in je ogen moeten schieten, maar dat het wel iets is waar je van denkt van verdomme, hoe is het? Hoe kan dat nou in deze wereld? Dat wij in zo'n rijk land wonen en dat de mensen in zo'n positie zitten. En dus ik zou graag willen dat mensen hun echte verhaal vertellen en daarmee de algemene opinie over armoede, dat die een verandert. Als je 17 miljard op jaarbasis kan spenderen om 3 miljard te innen, en na 3 jaar heb je er pas 30 van te pakken, 30 miljoen van te pakken, dan ben je heel rijk. Ik wil aan geld komen, aan geld komen, aan geld komen. Heb ik toen creditcard van Postbank gevraagd, dus ik ging pinnen van Amsterdam tot Venlo. Want dat kon je doen toen, 500 gulden hier, 500 gulden daar, tot ik aan de 2000 gulden kwam, heb ik gestuurd. Koop nu, betaal later. Online bestellen, betaal later. Creditcards. Hoe red je dat dan, 12 jaar lang geld uitgeven dat je misschien niet hebt, wat je misschien niet hebt? Het is een hele mooie vraag. Mij mag hier, mond van mijn zoon, uiterlijk op nul. Je draait je klok gewoon op nul. Je zegt dat, het is, hoe kan ik zeggen, normaal in Engels zeg je dat, freeze. Tot mijn teleurstelling zijn ook wel mensen in mijn eigen omgeving die zo'n opvatting hebben van, we hebben toch, zoals onze premier altijd zegt, een gaaf land, hè, een prima land en het, met prima voorzieningen. En het is eigenlijk helemaal niet nodig om arm te zijn. Hij heeft zelfs ooit eens een keer gezegd, armoede bestaat niet in Nederland. Ik probeer een soort supervrouw te spelen. Ja. Ik wil alle ramen echt beheren. Ja. Schoolgeld, eten, dit is ziek, dat is gewoon, dat is overleden. Alles mantie, iedere mantie, 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 mantie. Alles was goed. 7 uur, 8 uur zijn we al in bed. Elk weekend komt zijn vader ophalen. Just like any other day. Tot die fatale dag. 10 oktober, precies te zijn. Ik had een mooie blackberry voor hem gekocht. Hij deed iets, was ik boos op hem. Dus ik heb zijn telefoon in beslag genomen. Hij mag alleen thuis met die telefoon rommelen, maar niet buiten. Dus hij stond met die telefoon. Ik was aan het keuken. Hij stond zo bij het raam. Hij zegt, mama. Mama, schietpartij. Ik zeg, dat gebeurt hier niet. Nee, mama, echt waar. Is geen grap. Ze hebben iemand hier neergeschoten. Ik zeg, nou, dat gebeurt hier niet. Je kind roept, mama, een schietpartij. Ik zit daar met telefoon alleen. Hoe is het met die kippen? Oh, wat heb je vandaag gekocht? Tot ik hem hoorde praten. Ja, AT5, ja, ik ben... Ik ben zo. En, wat gebeurde daar met AT5? Hij had kinderen van hier, ze zijn slimmer dan wij denken. Hij heeft meteen ambulance gebeld, hij heeft meteen AT5 gebeld, want hij wil ook in het nieuws komen. Dus ik hoor hem met AT5 praten. Dan, wat doe je? Ja, mama, is de televisie, ze komen straks. Ik zeg televisie. Toen ben ik pas gaan kijken, zag ik die man, die jongen, daar op de vloer liggen, met zijn voetnet als in Afrika. Wij slachten kippen, wij hebben geen koelkast of zo. Ik ben opgegroeid met een levende kip, gewoon slachten door die mannen, dan kan ik klaarmaken. Dus je ziet soms die kippen zo flapperen. Zo lag die man daar. Geen roken, ja. Geen bloeien. Wat ik niet wist, hij sliep niet. Mm-hmm. Hij leidt aan nachtmerries. Afrikaanse vrouw. Ga je niet naar school? Waarom? Nee, mama, en ik heb slecht geslapen. Pam, pam. Get out. Ga naar school. 2 weken later kwam ik van werk.
politieagent, je zoon is beroofd met een pistool. En denk ik van, pistool? Wat doet een pistool nu in onze omgeving? Ja, een klasgenoot heeft andere jongens op hem afgestuurd en hij is beroofd van zijn BlackBerry. Oh, je staat contact met politie, moeten we naar politiebureau, dit, dat. Komt een wijkagent toen van de school. Ja, mijn naam is dit, krijg ik een kaart als er iets is, je mag maar bellen, Dat was het. Niks meer. Wat ik niet wist vanaf die dag, wordt mijn zoon elke dag als hij naar school gaat, geslagen door de jongens. Wordt ontvoerd naar die schoolhek, daar bij de ingang. Hele Amsterdam, winkels, dingen stelen, omdat hij moet boete betalen. Wat kinderen elkaar aandoen op school is ook eigenlijk best wel heftig. He, en, je telt dan gewoon niet meer mee. En je wordt niet meer voor die partijtjes uitgenodigd. En je wordt gepest om je afgetrapte oude schoenen. Een ochtend zei hij tegen mijn mama, kan je maar geld lenen? Ik zeg, wat wil je met geld doen? Ja, het is vandaag Valentijnsdag, dus ik wil een mooi cadeautje voor je kopen. Toen werkte ik fulltime in het ziekenhuis. En daarna kwam ik thuis, pizza in de oven, ik leer hem alles doen. Dan ga ik weer in het restaurant staan tot 2-3 uur 's nachts. Dus ik wist niet wat gaande was thuis. Die extra geld had ik nodig voor Afrika. Maar alle fooi die ik toen kreeg, stop ik in een potje thuis als hij iets nodig heeft. Ik dacht, hij wordt verzorgd, ik krijg alles wat hij wil. Wat ik niet wist, ik heb mijn kind gewoon voor de eieren gegooid. Die dag ik kom van werk, op mijn bed lag een heel mooi blouse. Nep Burberry, mooi blouseje. O jee, arme kind, je gaat geld van je moeder lenen om een cadeautje te kopen. Eigenlijk cadeau moet hij is dan zelf thuis. Tegen mezelf te praten, toen ging de bel. Ik ben er aan, wie is dat? Toen dacht ik, politieagenten daarvan, oei, is mijn zoon dood? Nee, doe die deur open. Ik kom binnen, bam, zoeken. Ik zeg, wat zoeken jullie, wat is er gedaan? De vrouw, blijf staan, weet je? Je wordt meteen als een crimineel aangepakt, terwijl je niet eens wist wat er gedaan is. Ik stond met mijn blouse nog, een mooi blouseje te bewonderen, en kwam die toneel. Ja, want wat was er aan de hand? Je zoon is aangehouden. Nee, je zoon heeft een strafbare feit gepleegd. Wat was dat? Ze hebben een jongen beroofd van een BlackBerry. Ze hebben een jongen beroofd van een BlackBerry. Heb ik die woord verhaald? Maar die communicatie was van zo. Dat kind zit in een wereld wat ik niet ken. Omdat ik heb nooit de moeite genomen om zijn wereld te kijken. Dingen tellen als van, iedereen in de klas heeft bepaalde dure sportschoenen. En er worden dure partijtjes gehouden. En daar kunnen ze dan niet naartoe. Hoe ging het verder met hem, met jezelf bedoel ik dan? Vanaf die dag... 18 jaar of... Nee, vanaf die dag zijn we naar de rechtbank gegaan, want als je kind wordt aangehouden, is minderjarig, dan begon die dans. Advocaat wordt ingeschakeld, dan kan je naar het politiebureau. Hij wordt die volgende maandag, ik moet aan de juridische termen denken, voorgeleid, dan kom je daar, dan krijg hij huisarrest. Mevrouw, je kind is hier aangehouden. Hij heeft toch huisarrest? Hoe komt dat? Hij was met die andere kind van jou. Ze waren ui. Ze hebben stroop op die ui gedaan. Dus want ik had een zandbak tegenover mijn raam. Gooiden ze daar een soort wedstrijd. Wie kan beter ver gooien? Die ui komt tegen een kop van een poesbode.
Die belde de politie. Oh ja, is de jongen daar. Tweede aanraking. Nou, voor de rector weer een huisarrest. Was thuis. Jongen, mama, kan ik alsjeblieft bij mijn neef in Rijkaardsbos, mijn Holland direct? Oké, je hebt huisarrest. Ik heb geen verstand van. Wat ik weet, hij mag thuis blijven, moet thuis blijven. Als hij naar familieleden gaat of iemand anders, is strafbaar, wist ik niet. Heb ik mijn kind gewoon in mijn auto toen, ik had een Toyota Corolla, naar Hollandrecht gereden. Blijf binnen, je mag niet naar buiten, want het is huisarrest. Nederlands begrip, hè. Is naar boven gegaan, zat daar gewoon te spelen, krijg ik een bezoek van de politie. En je zoon was niet thuis? Mijn zoon was niet thuis. En? Ja, ik heb hem bij zijn neef, tante ergens, afgezet. Ja, mevrouw, dan moet je zoon aangehouden worden, want dat mag niet. En toen? Toen ben ik met die politieagenten weer daar naartoe gereden. Ze hebben hem weer meegenomen. Moeten we weer voor de rector. Dat was de tweede keer? Derde keer dan. Eerste ui, want eerste was met de vechtpartij. Tweede ui gooien. Derde. Hij heeft de regel huisarrest overtreden. En na die rechtszaak kwam speciaal agenten. Ja, omdat die zon in zoveel aanraking is gekomen. En die burgemeester van Amsterdam heeft een soort team rechercheurs. Ja, bla 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 bla. Dus die zoon zit vanaf nu in de top 600. Als jij ouders hebt die niet kunnen fungeren als trampoline op het moment dat jij een fout maakt, dan knal je vrij hard tegen het beton aan, ja. Hij kreeg die stempel en daardoor, hij heeft 1, 2, 3 in de cel gezeten, hier in de Bijlmer. Heeft ook, hij zit nog vast in de gang, hè. Die groep, want er is een setup. Wij hebben onze gang hier in Amboplein, die anderen hebben daar in West. En dan dus altijd is de confrontatie. Ik had geen idee, ik wist niet van. Ze waren nog bezig. Interne brand nog, hè. Geld verdienen voor die familie. Geld verdienen voor die familie. Dat is het enige wat hier telt. Dat oké, hij heeft zijn lesje geleerd, dus het gaat weer goed. Dat het dan vaak blijkt dat de kinderen daarvan in dezelfde situatie terecht komen. En daar zou je inderdaad behoorlijk wat aan moeten doen, ook in het kader van onderwijs en voorlichting. Als ik voor ik thuis kom, zijn ze al klaar met hun operatie. Brommers van een hele chique buurt van Buitenvelde, Amsterdam-Zuid, noem maar op. Ging ze brommers stelen. Er is een kringloopwinkel in Meidrecht. Daar kan je goedkope spullen halen, schoen, kleding of zo. Toen ben ik met die man daar naartoe gegaan. Spoelen genomen, sta je bij die kassa, dan haal je bankpas uit. Het was 28 zo, of 29, salaris waren binnen. Ging pinnen, ging piep, 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 piep. Onvoldoende saldo. Dan denk je, nee, dit klopt niet. Ik zeg, salaris toch binnen? Dan word je geconfronteerd met jezelf van, dit klopt niet. Nog een keer geprobeerd, nee, mevrouw. Je kan niet met dat pas betalen. Toen ging ik kijken op mijn creditcard. Die was uit mijn portemonnee. Wow. Kom ik thuis, internetbankiering, rekening was leeg. Toen heb ik hem gevraagd, toen zei hij, ja mama, weet je nog over die... ze hadden mij een vuurwapen gegeven om te bewaren. Die ben ik kwijtgeraakt, dus ik moet dat geld betalen. Dus daarom heb ik je pinpas gebruikt, anders, en ik mag je niet zeggen, en dat wordt ik onthoofd. Jan met de pet, die denkt van, ja, stom het. Werkelijk? Geen werk, boekhouder uit beeld verdwenen, en geen inkomen,
Dus automatisch wordt mijn huursubsidie bevroren. Ik ging een nieuwe boekhouder zoeken. Die wil mijn pincode, die wil dit, die wil dat. Heb ik belastingdienst gebeld, zeg ik, mevrouw, niet doen. Er zijn heel veel oplichters, boekhouders actief. Dus ik krijg ruzie met die. Ik weet niet wat hij heeft bij de belastingdienst gedaan. Dan kom schulden. Dus toen moest ik mijn creditcard gebruiken om mijn huur te betalen. Ja. 6 maanden lang, hè. Ja. Dan blijf je in de schuld komen. Schulden. Jij wordt geconfronteerd met de onmogelijkheid om te voldoen aan je betalingsverplichtingen. Je raakt in paniek, je bent in paniek. Er is een in die hersenen gaan er van allerlei dingen scheef en moeilijk en weet ik veel wat allemaal. En je ziet zo'n advertentie. Dan kan je geneigd zijn in de hoop dat er heel snel betere tijden komen. In de hoop om toch, je weet ergens wel dat het niet verstandig is, maar je gaat het toch aan. Mooi, keurig afspraak, aanbellen, kwam een Nederlands man maar kijken. Wat kan ik voor je doen? Oh, ik zeg, ja, want als die groep waar ik zat, was de Nederlands bijna niet te zeggen. Ik zeg iets. Oh, I have problem with belastingdienst. Hier geven we geen geld hoor, mevrouw. Daar sta je van. Heb ik om geld gevraagd? Ik zeg, meneer, ik belasting, probleem, belasting. Ja, wij hebben hier geen geld, wij geven geen geld. Boem, voor mijn neus. Hij ging de dood niet doen. Kan samengevat worden in het ene zinnetje van een beroemde film van Daniel Blake. Ik weet niet of je die kent, maar dat daarin zegt de hoofdpersoon op een gegeven moment van I'm a man and not a dog. Die tweede afspraak kwam ik een engel tegen. Raadsvrouw die echt naar mij heeft geluisterd. En hoeveel slaappillen moet ik slikken? Ze zegt, slaappillen? Waarom slik je slaappillen, heb ik nu uitgebreid over mijn zoon verteld. Zeg, mevrouw, je hoeft nooit meer slaappillen te slikken. Ik ga je helpen. Ik zeg, nou, maar ik heb 11.000 euro, moet ik terug? Zeg, hey, in Nederland hebben wij allemaal schulden. Op een of andere manier. Ik zeg, really? Ik zeg, ja, really. Relax, wil je koffie of thee? En dat ze dan ook nadenken over van, nou, dan doen we het eens even op een andere manier. Dus, en ik denk dat daar steeds meer begrip en ruimte voor krijgt. En dat niet die ambtenaar die dat anders gaat doen, dat hij met knikkende knieën door de gangen van het gemeentehuis moet lopen, omdat hij de volgende keer een slechte beoordeling zou krijgen. Zeg, ik ben eenzaam. De vrouw keek me van, zo jong, eenzaam, kan je fietsen? Ik zeg, ik kan niet fietsen. Heb je geen vriendinnen? Nee. Heb je geen landgenoten hier? Ik zeg, heel veel. Zeg, hoezo dat je kunnen? Ik zeg, ik heb gewoon een hek op mij gebouwd. Ik vertrouw niemand meer. Door die ellende van mijn zoon. Ze zegt, ik begrijp het. En weet u wat vrijwilligerswerk is? Zo kom ik in Amsteldorp. Ja. Die ZGHO-groep. Ja. Vanaf die tijd, die eenzaamheid ging gewoon net als een wind voor mij voorbij. Ik denk dat er vanuit de overheid, het systeem, soms vergeten wordt van wat het met mensen psychisch doet om in armoede te verkeren. Naar die toekomst. Ik wil hier een huis. Een Afrikaan huis. Een studio waar onze kinderen die hier geboren zijn, kunnen komen en eigen uitzending doen. Ik wil hier een verpleeghuis waar mijn achterban in hun oude dagen direct kunnen hun eigen gerechten, kunnen hun eigen muziek.
team van IBTV bestaat uit vrijwilligers en professionals. Wij luisteren heel goed naar de Indische buurt, de bewoners van de Indische buurt. We halen op straat op wat zij aan meningen en ideeën hebben over wat er speelt in hun wijk en ook wat daar buiten speelt. En daarover maken wij programma's, live shows, films, interviews, reportages. En die zenden we uit 's avonds tussen 7 uur en 10:30.